Good evening, everybody. I'm Nancy Grace, and I want to thank you for being with us tonight. Tonight, we take on the major legal stories of the day. Top story. Da legalização da maconha. No início da tarde, houve um confronto entre policiais e manifestantes. 10newsunfair.com. 10newsunfair.com. You know what? Why don't we come back in just a minute, guys? It's a good idea. Thank you, Lauren. All right, let's move on here and go on to our next story here. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. Got how to act. 8 million stories out there in the naked. South end of the winter gets cold. Mocht je dat het uitgerekend ik een advocaat nodig zou hebben. Long live the world trade, long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. But the other tribunal... De rechtbank heeft gezegd, u heeft erkend dat het hier gaat om oorlogsmisdrijven. Desalniettemin heeft u 60 jaar uw mond gehouden. Het bewijs ligt op tafel. En dan toch zegt u na 60 jaar ja. Helaas, u bent te laat. Als de plannen van de minister doorgaan, wordt de rechtspraak ontoegankelijk en dat is onaanvaardbaar, vinden ze. Wat er gebeurt is dat er... een verhoging van de gerechtskosten wordt doorgevoerd, waardoor het voor vrij veel groepen in de samenleving heel moeilijk wordt en heel kostbaar om nog... Maar mijn scheiding verliep net zo soepel als mijn huwelijk. Niet dus. Met mijn ex-man viel niet fatsoenlijk te praten. Ook een dergelijke manier van voegen is toegelaten. Over de kinderen, het huis, de financiën. En toen heb ik een advocaat ingeschakeld om te bemiddelen. Dit is een bericht van de Orde van Advocaten.